Die tweede vraag ging namelijk over... Voor die industrieel netwerk. Ja. Hoe ziet u daar uw rol in? Intern gezien kan ik niet makkelijk beïnvloeden of wij opnieuw gekocht gaan worden. We zijn al eens een keertje gekocht, we zijn een lucratief object. Dus ik hoop, en ik ben er bijna zeker van, dat we in de komende 5, minstens 10 jaren bij deze medische gigant aanwezig zullen zijn. Dat impliceert dat dit Finse bedrijf denkt, nou, voor klinische longfunctie, voor screening zijn we klaar. Allee, we hebben een heleboel geld verdiend, we gaan misschien andere bedrijven kopen. De Japanners zullen met een hele dure yen, zullen op een gegeven moment, omdat Amerika steeds onattractiever wordt, zullen ze op een gegeven moment gaan proberen de Engelse concurrent te kopen. Daarmee hebben ze dan ook een distributienetwerk in Europa gekocht. En daar waar je te maken hebt gekregen met een gigantische stijging van de yen en een daling van de dollar, kunnen deze rijke Japanners natuurlijk ook Amerikaanse concurrenten kopen en daarmee tevens een distributienetwerk. Ik verwacht dus dat in die markt waar ik werkzaam ben, dat het Japanse accent erg dik gaat worden. Dat betekent dus knoeiend hard werken, innovatief zijn en lage productiekosten halen. Meneer Vlechtert. Ja, meneer Van Hout, u wilt de beste zijn in een aantal producten. U gaat de brede scala wat u had wat beperken, omdat u aandacht gaat leggen principieel naar een aantal producten. Daarbij, heb u zelf gezegd, krijg ik te maken met een steeds groeiende concurrentie van Japan. Aan de andere kant groeit die markt niet zo vreselijk snel, heb ik net van u beluisterd. En u hebt als doelstelling om de Amerikaanse markt te gaan infiltreren. Ja. Dat heeft het kenmerk van een contradictie ergens. Mijn vraag aan u is, vertelt u dan eens iets over uw doelstelling betrekking hebt op de continuïteit van uw onderneming en de beleidsvrijheid die u krijgt van uw Finse principalen, die u immers opjagen, als ik het zo mogen zeggen, en u iedere keer weer opdracht geven dat u moet groeien, groeien, groeien. Ten aanzien van die contradictie waar je het over had, is er geen echte contradictie. Een van de zaken van primair belang om een succes te zijn op de markt, zeker in de markten waar wij werkzaam zijn, is het distributienetwerk. Dat distributienetwerk van mijn uit in Europa is ijzersterk. Met name in Duitsland, waar we gewoon te maken hebben met de beste distributeur die er maar te halen is. Buiten Duitsland om zijn het meestal de wat meer complexe apparaten. En we hebben veel meer tijd gehad dan de Japanners om distributeurs uit te zoeken die de bereidheid hebben om de tijd te investeren, het serviceapparaat op te bouwen om complexe apparaten te verkopen. Daarnaast speelt een rol dat als je moet gaan groeien, dan is er helemaal geen contradictie omdat de Amerikaanse markt door ons nauwelijks aangeboord wordt. We verkopen daar een 60, 70-tal ergometers en dan houdt het op. De Amerikaanse markt is anderhalf à twee keer zo groot als Europa. Dus de scope for growth is alleszins aanwezig. Ten aanzien van de vrijheden die ik krijg van mijn principalen, dat is een hele merkwaardige vorm. Daar waar het vroeger ging met de Amerikanen, was het eerder een structuur van het doen van voorstellen, zij maken de beslissing en dan voer je het uit. De Finnen zeggen, it's your show. Maar datgene wat je beloofd hebt, dat zul je na moeten komen. Dat is dus met andere woorden, ik ben in hoge mate autonoom. Zolang ik het goed doe. Anders ga ik gauw weer een andere job zoeken. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord? In grote trekken wel, dank u zeer. Ja, ik zou er nog graag even op willen aansluiten, voorzitter. Met een enkele vraag die misschien
niet zo vriendelijk klinkt, maar die toch vooral bedoeld is om u gelegenheid te geven om uzelf te profileren als manager van het MKB, is uw positie hier niet wat tweeslachtig? Uw onderneming is in feite een dochteronderneming van een groot concern. En u presenteert zich als manager van het midden- en kleinbedrijf. Misschien kunt u mij nog uitleggen straks hoe u die relatie ziet, want uw positie in dat concern is toch niet die van een zelfstandig ondernemer. Dan even een vraag die betrekking heeft op de ontwikkelingsrichting die u gekozen hebt. Als ik goed begrepen heb, dan zegt u, onder het oude regime was het zo dat we weinig aan research en development hebben gedaan en er is te weinig geïnvesteerd. U hebt kennelijk een sterke marktpositie, maar als u uw zwaartepunten kiest in de sfeer van de longfunctiescreening en de belastingsfysiologie, dan valt mij op dat ten aanzien van het eerste accent dat u legt, u zelf spreekt over een markt met lage toetredingsbarrières, scherpe prijsconcurrentie, waar vooral de Japanners erg actief zijn. Dat komt dus ook mee over als een markt die nogal onder druk staat. Toch legt u daar uw accent. Bovendien een markt die ook qua techniek kennelijk betrekkelijk gemakkelijk toegankelijk is voor anderen. Ten aanzien van beide segmenten signaleert u dat uw producten kennelijk niet helemaal up-to-date zijn. Toen u zegt, zowel ten aanzien van het eerste zegt u, de producten zullen binnen 2 jaar vernieuwd moeten worden. En ten aanzien van het andere segment, dat het binnen 12-14 maanden moet komen. Klinkt daar toch niet erg in door dat het ook wel heel erg tijd werd dat er iets met mijn hart ging gebeuren? Ga ik beginnen met de laatste vraag. Ja. Ik heb dat ook al aan meneer Vlechtgeer gezegd, of aan iemand anders, die mij stelde, bent u het eens met de opdracht van de eigenaren? Dat is zeer zeker zo, want met alleen maar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid red je het in deze markt niet in verband met de steeds scherper wordende concurrentie. Ten aanzien van uw eerste vraag, waarom kies je nou groei in een markt waar de toegangsbarrières zo laag liggen? Want daar zitten die Japanners ook. Nou, dat is inderdaad zo. Er zijn een paar punten te noemen die de positie van Meinhard daarin toch wel zeker stelt. In eerste instantie, we zijn een bedrijf die een zeer hoge reputatie heeft op het gebied van opnemers. Dat zijn die meetapparaten. Het is alom bekend dat de Meinhard opnemers zeer concurrerend zijn. Daarnaast vinden doktoren, gebruikers van je producten, het in toenemende mate belangrijk om het apparaat getest, getoetst te krijgen door een instituut. En ik las, dat was dan bij toeval gisteren, maar dit soort testen wordt met enige regelmaat gedaan, dat een universiteit van Utah had voor een groot aantal Amerikaanse, Japanse, Europese producten de spirometers zeer in detail getoetst en de Japanners kwamen allemaal slecht af. Het waren bepaalde technologieën die pas aanleiding gaven tot exact die nauwkeurigheid en die betrouwbaarheid die de gebruikers, de doktoren, zoeken. Dus daar waar ik me donders goed besef dat lage toegangsbarrières een probleem kunnen zijn, hebben op ten aanzien van de technologie en de interne kracht om er wat van te maken, zijn we erg sterk. Dat werk doen we eigenlijk al vanaf 1961. Het is nu zaak om met die kennis er een veel flamboyantere concept aan te geven waar we momenteel druk mee bezig zijn. En dat ziet er gewoon goed uit. De markt in de screening groeit weliswaar mager. Ik geloof dat ik daar in een vraag genoemd heb 3%. Maar u moet niet vergeten, meneer De Vries, dat van die totale markt hebben wij op dit moment, beperken ons eigenlijk tot Europa. Die andere markt, die 1,5 keer zo groot is, daar doen we niet eens meer mee. Of niet eens aan mee. Ten aanzien van de belastingfysiologie, dat is voor ons een zeer interessant markt, voor 2 redenen. Hij groeit naar medische begrippen snel, pakweg zo'n 6%, maar de marges zijn enorm hoog.
En daar is die concurrentie nauwelijks aanwezig. Van Japan heb ik te maken met Duitsers en Amerikanen die ook voor hun producten hoge prijzen vragen. Nog één afsluitende vraag voor u. Mevrouw, ik heb één vraag die wel aansluit bij de vorige en daar kan ik heel kort in zijn. Buiten uw zin bent u, of is het bedrijf nogal eens veranderd van vader, hè, zo gezegd. Mm-hmm. En u heeft zelfs de mogelijkheid niet uitgesloten dat het nog wel een keer zou gebeuren. Vraag is, denkt u dat het bedrijf op eigen benen zou kunnen staan? Jazeker, dat is de vraag die ik trouwens van meneer De Vries niet beantwoord heb. Is mijn positie niet tweeslachtig? Ik weet het eigenlijk niet, ik geloof het niet. We zijn een onafhankelijke BV. Wij krijgen van niemand geld. We draaien staan op eigen benen. Het feit dat wij wel eens verkocht worden, dat is in feite dat er zijn firma's die vreselijk veel geld verdienen en die op een gegeven moment een lucratief object zoeken en die kopen ons dan, dat gaat allemaal boven mijn hoofd heen. Ik geloof dat ik hier geen tweeslachtige positie aan het verdedigen ben, om de dood eenvoudige reden dat ik ben in zeer hoge mate autonoom. U vraagt meneer Dekker heel specifiek, kunnen op eigen benen staan. Dat is de bedoeling van de Finnen. We moeten over een jaar of drie moeten genoteerd zijn op de Amsterdamse beurs. En nu wordt u gefinancierd door de Finse modellen? Nee, het is totaal eigen financiering. Wij lenen niet eens. Dan toch nog één vraagje voor meneer Van Leden. Ja, we mochten ook, laten we zeggen, onbescheiden vragen stellen. Dat doe ik dus bij deze. Ik zou zo graag van u willen weten, bij de vorige overgang van vader naar moeder, of van de step-in vader, heeft u toen zelf gevraagd of u aandelen mocht hebben? Ik heb ze aangeboden gekregen. En u heeft ze niet genomen? Ik heb ze genomen, ja. Oh, u heeft ze genomen? Ik heb ze genomen. Dank u wel, belangrijke informatie. Ja.